Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, hallo. Het valt een beetje tegen. Mm-hmm. Dus zou je nog chemotabletten willen overwegen? Ja. Petje van Sandra. En ik ga voor het eerst mijn borsten laten opvullen. Ik vind het wel leuk dat ik jullie heb kunnen laten zien hoe het gedaan wordt. Voordat we gaan afsluiten, gaan we een winnaar kiezen. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is 21 december. En het is weer een spannende dag. We zouden eigenlijk in het ziekenhuis zijn vandaag. Voor de afspraak met de internist. Maar ik werd gisteren gebeld dat we dat blijkbaar telefonisch gaan doen. Want de arts die werkt vanuit huis. Dus ik ben benieuwd. Aan de ene kant is het best wel prettig. Want ja, we kunnen er meerdere mensen mee luisteren. Dus we gaan het weer even afwachten. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Waarschijnlijk wat over de bestraling. Hormoontherapie. Dus weer een hoop nieuwe en spannende dingen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Ja, eigenlijk best wel oké. Ik ben wel een beetje zenuwachtig geworden toch. Dat ze wel iets hadden gevonden in mijn oksel. Ook al wist ik dat de kans er was, maar toch maakte ik me daar ineens wel zenuwachtig om. Ja, toen is me de keuze voorgelegd of een okselkliertoilet of bestralen. En ja, de chirurg zei dat hij eigenlijk zelf een lichte voorkeur had voor bestralen. Normaal niet, maar in mijn geval wel. En dat eigenlijk de uitkomst hetzelfde zou moeten zijn. Ja, klopt. Dus daar ga ik dan voor. Dat is ook de meest logische optie. Het valt natuurlijk tegen dat er nog wat zit. Aan de andere kant weten we met hormoongevoelige borstkanker dat dat ook heel vaak wel gebeurt. Ja. Dat niet alles weg is. Nee. Ja, en er was op de scans hadden ze eigenlijk natuurlijk ook alleen maar gezien van dan, het zou er waarschijnlijk in 1 of 2 zitten. Ja. Maar het kan wel zijn dat is ook de verwachting dat het maar in 2 klieren bijvoorbeeld zat en niet zozeer in allemaal andere klieren of... Ja, die kans is verder groot, absoluut. Oké. Okay. Meer dan 90% kans dat het zo is. Oké, okay. Nou dat stelt me weer een beetje gerust. Ik had nog even iets voorgelegd over Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis over jou, die ben ik nu terug. Oh, oké. Okay. Dus ik je heel goed terug bij zo. Ja hoor, prima. Kijk, hoi. Tot zo. Het is goed om te weten dat er onderling ook gewoon contact is over jou. Ja. Hallo. Ja, denk je, sorry. Ja, geen probleem. Waar we nu vandaag even over zouden moeten hebben, van welke aanvullende behandeling zouden we dan willen geven. Ja. Los van die bestraling natuurlijk, hè, want die moet gewoon gebeuren. Ja. En die gaat ook gebeuren, dus die staat gepland. Maar ze hadden... uiteindelijk natuurlijk hebben we in de weefsel na de operatie hebben we kunnen zien en wat dan het valt een beetje tegen. Mm-hmm. Als je kijkt zie je er gewoon goed uit. Er is heel veel regressie, heel veel weggaan van deze kanker. Ja. Dat is heel mooi. Er zat nog steeds best wel veel rest. Oké. Okay. Dan kan je de rest kan je op 2 manieren kwalificeren. Je kan kijken wat is nou het gebied waarin die rest nog zat. En dat gebied is 9 centimeter. Dat is eigenlijk een heel groot stuk nog steeds wat ze zien. Ja. Is dat alles bij elkaar opgeteld of is dat van links naar rechts 9 centimeter? Van links naar rechts. Oké. Okay. Dus dat maakt het ook zo moeilijk, want het gebied was sowieso... rond die, dan was het 6, 8 centimeter, waarbij het leek dat er ook wel een stuk, waren meerdere tumoren in de borst eigenlijk, hè? Ja, ja. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat het weefsel wat je ziet, dat datzelfde laat zien. Je ziet nog steeds meerdere plekken met kanker. En dat vindt het protocol van de patholoog heel onhandig. Mm-hmm. Want dat protocol rekent gewoon van links naar rechts en dan zegt, hé, je hebt 9 centimeter. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar.
Want het zijn allemaal kleinere tumoren die samen een gebied bestrijken van 9 centimeter. Ja, snap ik. Dat maakt het voor ons heel lastig om dat nou te berekenen. Omdat je wel ziet dat er nog wel 10-50% vitaal tumorweefsel zit. Ja, er is ongeveer 50% is het geslonken, zeg maar. Ja. Ja. En dat is zonder wel relatief veel actief tumorweefsel wat daar zit. Ja, en konden ze dan ook de agressiviteit nog van de activiteit en agressiviteit van die tumoren bekijken, zeg maar? Ja, ik dat kunnen ze wel doen, alleen is dat nooit helemaal eerlijk na voorbehandeling. Dus dat is altijd wel ingewikkeld. Ze hebben in eerste instantie hebben ze natuurlijk gekeken naar de gradering, zoals dat heet. Die hebben ze herhaald op het weefsel. Dus het weefsel wat we dan nu hebben, daarop zien ze een graad 2. Dat is wat rustiger dan eerder werd gezien. En toen was er een hoge Davis-index. Maar het is ook vaak wel moeilijk omdat wat er overblijft na chemotherapie niet hetzelfde is als waar het mee begonnen is. Nee. Maar als het verlaagd is na de chemo, dan is dat wel een goed teken, toch? Dan heb je de actieve, de agressieve vorm heb je eruit gehaald. Ja. Ja, dat klopt. Wat het nu ingewikkeld maakt, is dat je dan moet nadenken welke aanvullende behandeling zou je nou geven. Mm-hmm. En in ieder geval wil ik door met die Lutrin-injecties en wil ik je een hormoontablet geven. Ja. Dat hadden we al over gehad. Ja. En wat je zou kunnen overwegen, daar had ik even het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis voor gebeld om eens even voor te leggen. Is zou je nog chemotabletten willen overwegen? Ja. Daar hebben we het denk ik al wel één keer over gehad. Ja. Ja. En de reden om dat te doen is heel simpel. Ze hebben gekeken naar vrouwen die chemo hebben gehad voor de operatie. En dan hebben ze gekeken naar de vrouwen die een complete reactie hadden, maar niks meer te zien was. Mm-hmm. En vrouwen die wat niet hadden. En degene die wat wel hadden, die hadden ze gefeliciteerd. En degene die dat niet hadden, daar hadden ze geloofd tussen of chemotabletten, een half jaar of niks. Ja. En die vrouwen die dan die chemotabletten kregen, die hadden op zich heel veel baat daarbij. Want die hadden een veel minder grote kans om de kanker terug te krijgen. En dus ook een minder grote kans om eraan te overlijden. Ja. Die winst was het grootste bij de vrouwen met hormoonongevoelig kanker. Mhm. Daar geven we het al een jaar of twee standaard eigenlijk. Ja. Binnen deze studie die ze gedaan hebben, hebben ze ook vrouwen meegenomen met hormoongevoelige borstkanker. En daar was de winst voor minder groot. Maar als je dan goed kijkt, dan was de winst bij die vrouwen met name groot als het toch wat grotere tumoren waren. En ja. Daar zit er nu een beetje net de crux. Want als ik 9 centimeter bedenk, dan is dat een grote tumor. Ja. Maar het is geen 9 centimeter. Het is een gebied van 9 centimeter, ja. Waarin meerdere tumoren zitten. Ja. En daar heb ik het even wat voorgelegd aan mijn collega. En hij zegt van, nou, ik zou het zeker wel overwegen. Ja. In het feit dat je hartstikke jong bent, dat er wel nog rest zit en toch nog wel behoorlijk wat rest, ook in die lipkeer. En dat het gebied dan weliswaar niet alleen maar kanker is. Het is geen tumor van 9 centimeter, maar die meerdere plekken in zo'n gebied is nog steeds ook wel een hoger risico dan één kleine tumor. Ja, snap ik. Ja. En is het dan, gaat het dan echt nog om het gebied en het terugkomen? Of heb je het dan ook nog steeds over eventueel uitzaaiingen die ergens misschien liggen te slapen? Ja, dat laatst. Ja. Ja, nou ja, ik had me al voorbereid op het hele pakket. Ja, dus ik denk dat we dat moeten doen. Ja. Ik zou het wel overwegen. Ja. Zo zeggen. Ja. En hoe snel zou dat dan gebeuren? Komt het allemaal tegelijkertijd? Of is dat na de bestraling? Of? Na de bestraling. Oké. Okay. Ja, kan niet samen. En voor hoe lang zou dat dan ongeveer zijn? Normaal gesproken geven we 6 maanden chemotabletten. Oké. Okay. Dat is best lang. Ja. Maar dat is wel samen met de hormoontherapie, toch? Ja, ja dus dan start je met de hormoontherapie bij de injecties. Na de bestraling start je de chemotabletten bij. En na een half jaar stop je de chemotabletten weer. Ja.
Het is echt wel een andere intensiteitsbehandeling dan wat je gehad hebt. Ja. Want jullie hebben eigenlijk mijn borst leeggehaald. De snijranden waren schoon. Ja. Dus daar zit eigenlijk niks meer. Of er wat in mijn lymfe zit, dat is dan dus nog de vraag. Want er is er maar één uitgehaald. En dat gaat bestraald worden. Zit daar nog een percentage aan, zeg maar, dat het dan weg zou zijn, alles wat in mijn oksel zit? Twee verschillende risico's die je nu een beetje door elkaar haalt. Want het ene risico is het risico op het terugkomen van de kanker in het geopereerde gebied, inclusief de oksel. Daar bestraal je van. Ja. En dat risico, dat reduceer je echt met heel veel. Ja. Met die bestraling, daar werkt de chemotabletten helemaal niet echt op. Wel een klein beetje, maar daar is de bestraling veel effectiever voor. Die werkt voor het andere risico, en het risico is dat ontstaat een uitzaaiing of afstand. Ja. En dat risico, dat is uiteindelijk hetgeen wat ook de problemen geeft als dat ontstaat. Dus het krijgen van een uitzaaiing is over het algemeen niet meer te genezen. Nee. En het voorkomen is dus heel belangrijk. Ja. En daar is die, zijn die tabletten voor. Maar het voorkomen, is dat dan voor de periode dat ik het slik? Of nee. Dus is het echt vernietigen? Is dat je met die tabletten ervoor zorgt dat je de kans dat het ooit terugkomt van verlaagd. Ja, dus eigenlijk is het, als er iets zit, dan kan het nog daadwerkelijk echt vernietigd worden. Dat het gewoon echt, ja, oké. Absoluut, daar is het voor. Dus het is puur een eventueel ergens al een kleine uitzaaiing om die nu weg te vagen. Ja, precies. Ja, want ik had zelf nog zitten bedenken van de wetenschap. Ik zeg, waarom kunnen ze dan niet? Want volgens mij gaat het via het bloed, hè, uitzaaiingen. Ja. Waarom bestaat er dan niet zoiets dat ze een soort van het bloed kunnen verversen of zo? Dat je het door een zeef haalt en de ene kant eruit, de andere kant er weer in. Nadat het in een zeef is geweest en dat je daardoor de slechte cellen uit het bloed zou kunnen halen. Ik denk nu heel makkelijk waarschijnlijk, maar... Helaas. Ja, er zijn een hoop dingen die ze door doen. Ze zijn er wel bezig met te kijken of ze die tumorcellen die door het bloed zweven, die noem je dan circulerende tumorcellen, of je die dan toch niet kan identificeren. Ja. Het is allemaal heel lastig. Ja. Ja, ik ga uiteraard op jullie advies af. En dat is gewoon dan maar het hele pakket. Ja. Oké, en wanneer zal ik beginnen met de hormoontherapie? En wat mij betreft mag dat ook tijdens de bestraling al. Oké. Ja. En die is ook weer om de hormonen plat te leggen. De Lucrine is alleen voor de eierstokken, begreep ik. Nou, het allebei. Oh, allebei. Dus als je zowel de chemo voor de operatie als de chemo na de operatie, als de Lucrine, als de hormonen, met doen in principe hetzelfde, maar via een ander mechanisme. Okay. Namelijk de kans op uitzaaiingen verkleinen. Voor nu en de toekomst. En dan kan de overleving dus vergroten. Voor nu en de toekomst. Ja, oké. En als we een ander mechanisme hebben, is het combineren dus heel gunstig. Ja, precies. Alleen Lucrine doet heel veel. Mm-hmm. Maar Lucrine combineren met hormoontabletten doet nog veel meer. Ik heb nu naar mijn idee niet heel veel last van bijwerkingen van de Lucrine. Behalve dan af en toe wat opvliegers. Mm-hmm. Maar dat is ook al wat minder gelukkig. Zijn er andere bijwerkingen waar ik rekening moet houden met die hormoontherapie? Ik lees soms verhalen dat mensen het echt niet trekken en niet aankunnen en zo. En toen dacht ik, nou, ik heb van de Lucrine nu al niet zo heel veel last, volgens mij. Dus... Ja, dat valt mij van het algemeen is Lucrine vervelender dan die andere hormonale medicatie. Dus als het goed gaat, is dat vaak heel gunstig. Oké. Opvliegers, gewrichtsklachten, spierpijn. Stemmingswisselingen, dat zijn de belangrijkste klachten bij hormonen. En krijg ik daar nog andere medicijnen voor? Want ik begreep ook wel eens dat sommige mensen moeten langskomen voor een infuus of iets tegen die gewrichtsklachten. Ja, je ziet, dat geven we in principe niet op deze leeftijd. Dat is een infuus wat je voor de botten geeft. Ja, precies. Maar dat hoeft niet. Oké. Wat we wel doen is de botsterkte in de gaten houden met een botscan. Oké. En zou ik... Om mee te maken dat je vroeg in de overgang bent door deze medicijnen, heel vroeg. Ja. Normaal gesproken beschermt de overgang tegen botontkalking.
Maar als je 20 jaar eerder erin gaat, dan heb je dus 20 jaar eerder bovenop kalken als je pech hebt. Dus dat willen we wel monitoren. En zou het helpen als ik zelf wat magnesium zou slikken bijvoorbeeld? Ja, als je gewoon normaal eet, hoeft dat niet. Okay. Met name niet zozeer magnesium, maar wel calcium is dan belangrijk. Oké. Dat geeft het wel vaak extra erbij als iemand het niet genoeg eet. Dus ja. Dan komen we nog op, maar als je gewoon suiker tot je neemt, dan is dat genoeg. Wordt dat dan nog een soort van gecheckt als ik bestraald word? Krijg ik een nieuwe scan daarna ofzo? Of, Nee, dat kan je niet zien. Oké. Dus hebben ze, op de MRI-scan hebben we ook niet anders gezien. Nee. Voor de operatie, dus nu zal het niet anders zijn. Nee. Dus je kan dat niet controleren, je kan het alleen maar gewoon preventief behandelen. Ja. En het feit dat het niet gezien is, wil in ieder geval aangeven dat het, als het er zit, heel klein is. Ja, oké. En gaan ze alleen mijn oksel bestralen of ook mijn borst? En tot hoever is dat dan? De borst, de oksel en boven rondom het scheutelbeen bestralen. Ik vind het ook gewoon geruststellend dat u ook zegt dat nu er nog niks te zien is aan uitzaaiingen. Ga je er even vanuit dat het er niet is. Maar dat ze, als het er wel slapende cellen zou zijn, dat ze gewoon nog echt definitief verwijderd kunnen, opgeruimd kunnen worden. En niet dat het een uitstel is van die cellen dan. Kijk, kan natuurlijk altijd. Dat is goed om je te realiseren, inderdaad. Ja, dat geeft me weer wat rust in de nachten. Oké, succes dan, maar een goede feestdag. Heel erg bedankt van hetzelfde. Dag. Hoi. Hey Jessie, wat is dat dan? We hebben een pakketje binnengekregen. Een pakketje? Van Sandra Roosemond. Een pakketje van Sandra? Nou, het staat niet. Zo! 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 En hoe? Wow! Zo! Die is hij kan hem niet eens optillen. Oh. Ben je er blij mee? Ja. Zo, zeg maar dankjewel Sandra. Dat is lief. Wat een leukert. Nou. Hey. Dat is een van onze volgers, hè. Die vindt jou super lief. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Lekker gezellig in huis. Zoek mijn moeder, mijn broertje, Kenzie en Mariska. We gaan vandaag even proberen om de tv naar de mensen te brengen. Hij gaat niet in de auto, dus we gaan hem op de auto zetten. Ja, doe gewoon liggen. Komt er eentje binnenvallen? Ja. Nee, zoals dat hij in een stroom bleef liggen. Maar... Oh, nou zeg dat af. En ik moest zo lachen, want ik herkende wel van hem. Hij zat zo. Ik denk, oh, dat ken ik wel. Oh, dat deed ik aan Joekas, hij wel. Oké, 1, 2, 3. Oh my god. Schuif je te ver door, flikkert hij aan de andere kant eraf. Oké. Hij helt een beetje naar voren, of lijkt het ja, maar zo. Ja, ik ga hem nu vastzetten. Oh my god. Jessie, waar zijn we nu dan? In de hier. Wat gaan wij wegbrengen? Foto. TV. TV. Oh, oh, oh. Kennen deze nog? Jessie, het is Hans. Oh ja, de kerstman. Kerstman? Hé, hey, dat hoeft er niet af. Gelijk slopen, hè? Ja, zwaar je dan. Nou jongens, spannend. Het is vandaag de 22e van december en ik ga voor het eerst mijn borsten laten opvullen. Opvullen je borsten? Ja, zeker te weten. Want ik heb namelijk een tissue expander in mijn borsten zitten. En die gaat dus om de zoveel tijd een beetje opgevuld worden. Totdat ze de maat zijn waar we tevreden over zijn. Ik moet zeggen, grote complimenten voor de plastisch chirurg. Ik heb dokter Braam. En zij heeft het nu al heel erg mooi gedaan. Ze heeft me achtergelaten op de operatietafel met een, ik denk ongeveer een cupje B. En ja, dat ziet er gewoon eigenlijk al best wel goed uit. Het moet allemaal nog ontkreuken natuurlijk. Maar het gekke is dat toen ik net wakker werd, dacht ik van,
Nou, het is bijna niks. Maar nu, nu we 2 weken verder zijn, lijkt het of ze alleen maar gegroeid zijn. Dat ik echt wel een bolling gewoon heb. En het ziet er helemaal niet eng uit. Natuurlijk ziet het er nog niet uit zoals het zou moeten. Maar ja, ik ben al heel blij zoals het nu, nu is. En het geeft goede hoop. We gaan dus voor het eerst de borsten laten opvullen. We gaan even kijken of ik jullie dat ook kan laten zien. Maar ze gaan als het goed is met een soort van naald erin. En er zit een ventiel in mijn borst. Waar dus ja, die naald in kan gaan. Daar voel ik als het goed is helemaal niks van. Want ja, mijn zenuwen zijn er ook uitgehaald. Dus ik heb geen gevoel meer daar. Tot een bepaalde hoogte. En dan worden ze steeds een beetje opgerekt. Erg benieuwd. Ja, ik ook. Ja, dan kun je wel vertellen dat jij niks voelt. Maar ik geloof niet dat mijn hersenen zeg maar, dat gaan verwerken. Datgeen wat ik zie, dat jij dat echt niet voelt. Nee. Nou, ik denk wel dat ik wat ga voelen. Want mijn spieren die erachter zitten, voel ik natuurlijk wel. Ja. Dus ik gok dat ik dat wel opgevuld voel worden. Maar ja. Een hele rare gewaarwording. Huh? Ja, vreemd. Beetje vreemd, maar wel lekker. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Nou, spannend. Tot zo. Ik heb alleen mijn witte pak niet aan. Ik loop de hele dag al zo. Dus ik denk, nou, nou laat ik. Het is wel heel lekker. Ja, ja. Ja, het is wel heel. Ja. Komt ie, hè? Voel inderdaad de bodem. Kijk. Ik zit goed. Het komt er nu uit. Ze doen de blauwe vloeistof in. Oké. Ik stook goed. Zie je? Nou, die van mij is lekker donker, die blauw. Ik voel echt niks. Ja, dat is ook te bedoelen. Ja. Maar hoe meer erin komt, hoe meer spanning er natuurlijk. Nee, precies, maar het prikje, geen idee. Ik ga even zitten. Nou, dan was het weer. Ik vind het wel leuk dat ik jullie heb kunnen laten zien hoe het gedaan wordt. Want ik denk dat velen van jullie daar wel nieuwsgierig naar zijn. En misschien zelfs sommigen hetzelfde moeten ondergaan. Ik voelde er dus echt helemaal niks van. Ook omdat mijn huid natuurlijk, de zenuwen zijn daar weg. Ik ook niet. En die tissue expander, ja, die zit precies op de plek waar ik niks meer voel. En daar gingen ze dus in. Daar kwam blauw spul uit, zodat ze kunnen checken of het of ze goed zitten. Nou, dat kwam eruit, dus dat was mooi. En toen konden ze gaan vullen. Er zit 60 cc zat erin na de operatie en ze hebben nu 60 cc erbij gedaan. Ik dacht 600, dat zat gezegd. Nee, 600, tering, dan heb ik een G of zo. Ja, en dus bij mij ging het goed, met Sergio wat minder. Die ging bijna van zijn snokkie. Nou ja, ja. Spaghetti legs noem ik het. Ja. Op een gegeven moment denk ik, oké, nee, dit gaat heel lang goed. En dan ineens zo'n vlaag van warmte en ja, een soort van iets in mijn maag. En dan zeg ik, nou, ik ga even zitten. Ja. Nou, ik voel gewoon de hele bloed wegtrekken uit mijn hoofd. Gewoon en Nick ligt daar. Gaat goed. Nou, het litteken schijnt er ook heel goed uit te zien. Dat heb ik zelf nog niet gezien. Maar haalde nu de slijster eraf. Ja. Of sticker. Ja. Pleister. Ik heb een sticker gekregen. Voor goed gedrag. Ja. Dat ik zo sterk ben. Nee, het ziet er gewoon heel mooi uit. En je ziet er gewoon bijna niks van. Nee. Ja, ik vind het echt. En ja, de kreukels die er nu nog in zitten, die schijnen echt weg te gaan. Hij zegt, ja, dus zei ik dat? Wat zei je dan? Ja, nou weet ik niet meer wat ik zei. Ik dacht serieus dat jij zei keutels. Nee. De kreukels, oh, dat zei ik. De kreukels. Ja. Ik denk dat jij dan. De kreukels die schijnen echt weg te gaan. Hij deed nog net niet zo van nee, maar dit wordt echt poef. Hij zei, dit wordt helemaal strak. Het wordt helemaal strak. Pff, strak. Over strak gesproken, ik ga oliebollen halen. Is goed. Ja, we gaan dus wel nog even paracetamol halen op aanraden. Hij zegt, ja, misschien heb je het niet nodig, maar ja, begin maar gewoon slikken. Ik dacht, ga mee. Ja, lekker, gezellig. Gezellig. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is. Hadden we bijna niks. What is open sleutel.
I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write. You laugh. We zijn weer lekker thuis en ik heb lekker mijn relax pakje aangedaan. Ja jongens, jullie zien het goed. Daar zitten een twee paar bloemkolen. Hey, en ik heb geen push-up BH aan. Nee, nee. Baby bloemkoortjes. Wat ik nog even wilde zeggen is de reden waarom ik niet mijn arm hoger mag doen dan 90 graden. En dat is omdat ze willen dat de prothese op zijn plek blijft zitten. Want hij zit nu achter mijn spier en die moet eigenlijk ingekapseld raken. En ze, als ik mijn arm hoger doe dan dat, dan gaat mijn spier dus meebewegen en dan kan de prothese Vloed verplaatsen. Ja. Zou raar zijn, hè? Ja, dus dat willen we niet. Dus dat even ter extra informatie. En ze gaan hem nu proberen zo ver mogelijk op te vullen. Ik heb volgende week woensdag weer een nieuwe afspraak. En dan als ik bestraald ga worden, dan zullen ze waarschijnlijk even een pauze geven. Het zal dan ongeveer een maandje pauze zijn, denk ik. Ja. Dus we gaan even zien hoe ver we komen. Maar tot nu toe ben ik er al heel blij mee. En het litteken ziet er ook al heel mooi uit. Daar verbaas ik me nog het meest over. Omdat ze nu natuurlijk die hechtpleister eraf hebben gehaald. Het was gewoon echt gewoon alsof het gewoon gelijmd is. Ja. Het was gewoon zo strak en ja, echt prachtig. Kan je niet anders zeggen. Ja, ik ben echt heel blij mee en ja, het schijnt allemaal nog mooier te gaan worden. Nog mooier? Nog mooier. En hopelijk ja, gaat de bestraling natuurlijk niet al te veel roet in het eten gooien. Maar... we blijven positief en ik blijf mijn vitamine C slikken en ik ben jong, dus laat ik gewoon van het beste uitgaan en dat het allemaal gaat meevallen. Voordat we gaan afsluiten gaan we een winnaar kiezen en dat is Houkje Posma. Gefeliciteerd. Ik wil je vragen om even naar onze Instagram te gaan. Dat is Sergio-René-official. En dan kan je ons een DM sturen met jouw adresgegevens. En dan komt hij jullie kant op. De link van onze Insta staat trouwens ook in de omschrijving pagina van YouTube. Van YouTube, ja. Dus hopelijk ben je er blij mee. En laat ons natuurlijk ook dan eventjes weten wat je ervan vond. Dus, ja, zeker weten. En iedereen weer ontzettend bedankt voor jullie super leuke, lieve reacties. Ja. Voor nu zeggen we bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En we zijn natuurlijk weer heel benieuwd naar jullie reacties onder deze vlog. Of jullie het herkennen of dat jullie er wat aan hebben gehad. Wat dan ook. Super leuk om te lezen. En waar het kan, proberen we weer even een reactie te geven. Tot de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao.